Nou, om de LWP af te ronden, moet je je reflectieverslag ook inleveren. Ik zal toch nog even uitleggen hoe het werkt, want ik zie dat een aantal dat niet goed doen. In eerste instantie moet je plannen. Nou, bij plannen heb je de competenties aangevinkt en je hebt aangegeven hoe ver je denkt ermee bezig te gaan. Daarom heet het ook plannen. Dan ga je naar de volgende. En dan ga je uitvoeren. Bij uitvoeren ga je aan de slag. En als je klaar bent, ga je reflecteren. En bij reflecteren ga je in ieder geval aangeven hoe jouw werkelijkheid eruit heeft gezien. En die kan hetzelfde zijn als jouw planning, maar die kan er ook van afwijken. Dus bij analyseren of onderzoeken, leren, plannen en organiseren. Maar dat is niet het enige, want daarnaast heb je ook nog een aantal vragen. En die vragen, daarvoor zou je naar onderen moeten schuiven. En die zou je een antwoord op moeten geven. Nou, dat is hoe heb ik gewerkt? Wat vind ik van het resultaat? Welke kennis heb ik nodig en toegepast? Welke vaardigheden heb ik nodig en toegepast? Hoe heb ik samengewerkt? Welke keuzes heb ik gemaakt? De meest indrukwekkende ontdekking tijdens het werken aan deze LP is, nou, ik ben benieuwd. En de volgende vraag heb ik nog. En als je dat hebt gedaan en dit hebt ingevuld, dan vraag je feedback zoals dat rechts onderin staat. Dankjewel.